يلتقي اليوم فريق فاينورد روتردام بأياكس أمستردام. ستكون مباراة على الساعة 8 مساء بمدينة روتردام. سيحضر هذه المباراة حوالي 50,000 متفرجين. Now, dit heb ik geleerd bij het Avicenna College. Heel simpel. Assalamu alaikum mensen, ik ben weer op het Avicenna College, Islamitische Middelbare School hier in Rotterdam. Vandaag gaan we het hebben over de media. Dit vak heet mediawetenschappen. Hij gaat de leerlingen uitleggen hoe ze om moeten gaan met slecht nieuws, bijvoorbeeld over moslims en de islam. Kijk mee. Dag allemaal, goed dat jullie er zijn. Vandaag hebben we het over de invloed van media op leerlingen, op jongeren, op ons allemaal, op ons in het algemeen. Ik laat zo meteen twee video's zien. Eentje gaat over de belediging van Erdogan door de Duitse komiek, hoe heet die, Böhleman. En de andere video gaat over Johan Derksen, dat is een voetbalcommentator, een tv-maker. Die heeft gezegd dat veel voetbalclubs in Nederland kapot gaan door Marokkaanse jongens die zich daar misdragen. Das jetzt, was jetzt kommt, ist, das darf man nicht machen. Also wenn das öffentlich aufgeführt wird, das wäre in Deutschland verboten. Und da könnte man dann aufpassen, das nicht. Das, genau. Okay. Das Gedicht heißt Schmähkritik. Sack doof, feige und verklemmt. Ist Erdogan der Präsident? Omdat ze toevallig bij een wijk het veld hebben liggen waar veel Marokkaanse gezinnen liggen, dan krijgen Marokkaanse jongens de overhand in de selectie. Dat functioneert haast nergens. En sterker nog, dan krijg je dus dat de Nederlandse jongens naar een andere club gaan. Want die willen niet met 9 Marokkaanse jongens die niet in de blote kom durven de douchen, die overal een onderbroek bij aanhouden. Dat soort cultuurverschillen. Mijn eerste vraag aan jullie is, wat doet dit met jou en wat is het eerste woord dat jou te binnen schiet als je deze video's achter elkaar zo ziet? Want die gaan natuurlijk wel voor een deel over jullie en jullie cultuur, jullie achtergrond. Ja, van wat Johan Derksen net zei, ik vind het niet kunnen. Ik vind het gewoon heel respectloos. Echt onbeschoft. Zo kan je gewoon zien dat het eigenlijk hun niet meer boeit. Dus dan komt het woord respectloos echt in mijn hoofd gelijk. Ik vind het wel knap. Hij maakt gewoon tijd voor ons vrij. Hij wil echt graag over ons praten, blijkbaar. Deze satiricus wist van tevoren dat wat hij ging zeggen, dat verboden is in Duitsland. En toch doet hij het. Wat vindt u daarvan? Ik vind dat niet kunnen dat hij dat toch uiteindelijk wel heeft gedaan. Want hij zegt zelf dat het niet goed is, maar hij doet het uiteindelijk toch. Wat vind je ervan? Dus uit oogpunt van rechtsstaat, vrijheid van pers, vrijheid van meningsuiting, gewoon dat je kunt zeggen als kunstenaar wat je wil. Wat is daar dan mis mee? Ja, maar als hij weet dat het fout is wat hij zegt, waarom zegt hij het dan? Het is toch fout? En dan hij weet het zelf ook. Denk je dat jongens en meiden in deze leeftijd, denk je dat dat moeilijker is voor ze om dit soort dingen te horen dan bijvoorbeeld een volwassen iemand, dat is jij niet? Nou, dit zijn natuurlijk wel beelden en uitingen in de media die je eigen identiteit als het ware gaandeweg toch een beetje problematiseren. Ja. Dus ik snap de pijn die mijn leerlingen voelen. Het zijn natuurlijk hele intelligente kinderen. Dit is HAVO VWO 4. Ja. Ik snap hun gevoel wel, ja. Vormt ze dit, nu ze dit allemaal zien? Groeien ze op met een soort van lager zelfbeeld, denk je, door dit? Of, Nou, ons vak, maatschappij leren, maatschappijwetenschappen, gaan precies hierover. Ja. Dat wij op een gegeven moment de feiten van de meningen weten te scheiden. En dat wij zeggen van, analyseer eens wat er aan de hand is voordat je een mening geeft. En als je die mening geeft, doe dat dan op basis van argumenten. En dat is wat wij hier leren. Omdat het natuurlijk wel een vrije samenleving is waar heel veel dingen die gezegd worden, ja, je hoeft daar niet mee eens te zijn, maar je kan er soms ook gewoon je schouder over ophalen. Als die bijvoorbeeld ergens op een plek is waar geen moslims zijn, waar hij de enige moslim is, heb je dan het gevoel dat al die beelden over de islam, over jullie cultuur, dat andere mensen dan een ander beeld van jullie hebben? Iemand? Ja? Ik denk van wel, want door al dat negatieve beeld dat over ons wordt gegeven in de media, is natuurlijk erg geworden, want laatst was zo'n moslima die werd geweigerd een vliegtuig in te stappen. Mm-hmm. Omdat ze vermoedens hadden dat ze een bom bij zich had. Dus okay. Die moest het vliegtuig verlaten en dat vind ik wel erg, ja. Je moet wat je leest in de krant en wat je ziet op tv en via Facebook soms, ik wil niet zeggen, met een korreltje zout nemen, maar ook relativeren. Het is een nieuwsbericht. Meestal is het een dag later, is het alweer over. Er is altijd een verschil. Dat verschil moet je kunnen maken. Een mediawerkelijkheid, dus hoe ga ik om met de media, en een echte werkelijkheid. De echte werkelijkheid is de buiten, dat zijn je vrienden, dat is de school, dat is de vogeltjes die nu fluiten.
probeer het langs je heen te laten gaan en probeer ook altijd voor jezelf uit te maken of iets een mening is of een feit. Maar laat het je niet beperken. Uiteindelijk leven wij in een vrije samenleving en dat is ook goed voor iedereen, dus ook goed voor ons. Ik zou niet willen kiezen of willen ruilen met iemand die in een niet-vrije samenleving leeft.